Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is een iets andere weekvlog zoals normaal, want wij gaan komende vrijdag op vakantie. Dus de weekvlog die duurt maar tot en met donderdagavond. Daarna ga ik alles renderen en editen en dan komt het gewoon volgende week maandag, zoals jullie hem waarschijnlijk nu zien, online om 5 uur, sorry. Dus het is een iets kortere weekvlog, maar ik hoop wel een leuke weekvlog. Jasmijn is momenteel in Amsterdam bij de HEMA aan het fotograferen en ik ga over ongeveer 10 minuutjes weg en naar Jasmijn, haar vader. Daar hebben we een boedelbak of zo'n pak en bak gehuurd. En dan gaan we even een aantal dingetjes weggooien en het vel stort, zoals een bank en dat soort dingetjes. Dus daar ga ik hem eventjes mee helpen en daar ga ik nu naartoe. Een hele goede morgen en wij zijn in de studio. Tom zit lekker mailtjes te beantwoorden. Ik ben hier lekker aan nabewerken. En Lilian gaat nu even iets opnieuw schieten. Er waren een paar kleine dingetjes die over. Of één item dat overnieuw moest. Omdat er een foutje in zat qua schieten. Ik had per ongeluk een broekspijp opgerold. En dat moest niet. Dus die gaat Lilian even voor mij opnieuw schieten. Kan ik die zo meteen gelijk nabewerken en leveren aan de klant. Ik heb zojuist eventjes geslapen, want ik heb vanmorgen in het folders gelopen. En ik ben momenteel bezig om een aantal zaken op de MacBooks te doen. Ik ga zo meteen even laten zien wat ik precies aan het doen ben. Want ik ben een aantal laatste aanpassingen aan het doen voor vakantie. In ieder geval qua Mac bijvoorbeeld, om een aantal dingen te installeren. Dat ga ik nu eventjes laten zien. Ik ben hier eventjes mijn eigen iPad aan het opladen. Eventjes een aantal boeken en een aantal apps eraan het opzetten. Hier heb ik de MacBook Air die we gaan meenemen op vakantie. Zodat we hier video's kunnen editen en alles kunnen backuppen qua footage, qua video's, qua foto's. Dan heb ik hier mijn eigen MacBook. Hier moet ik een aantal dingen vandaan halen op de MacBook Air. En hier hebben we de iPad Pro. Daar moet ik ook een aantal dingen van afhalen op de MacBook Air. Dus dat ben ik nu lekker aan het doen. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag en vandaag is onze packing day. We gaan vandaag lekker alles inpakken. Maar gisteren was er een pakketje binnengekomen en die had Tom helemaal niet laten zien. Dus die ga ik nu eventjes snel uitpakken, want ik moet namelijk over 10 minuutjes weg richting rijles. Mijn laatste rijles voor de vakantie en dan gaan we daarna lekker inpakken. Nou, het is een pakketje van Coolblue, maar we hadden deze al, alleen was die kapot. Dus ik had hem opgestuurd voor reparatie. Toen zei ze, nou, die is niet meer te repareren. En toen hadden we het te goed gekregen om iets nieuws te bestellen. Dus ik heb nu precies dezelfde besteld als in de studio. Ik ga hem even openmaken, dan kunnen jullie dat zien. En dan denken jullie, oh ja, dat komt me bekend voor. Dus, nou, dit is heel unsatisfying. Er zit zo'n rits op, maar hij gaat niet via de rits open. Very unsatisfying. No. Yes. Daar komt hij dan. Het is een nieuwe melkopschuimer. Echt super fijn dat we een nieuwe hebben. Dezelfde dus als in de studio, want die beviel ons heel erg goed. En die we thuis hadden beviel ons dus niet goed. Maar de reden waarom die kapot was, hij ging elke keer uit zichzelf aan. Dus dat was echt best wel gevaarlijk. Vooral als er nog melk in zat of zo, dan gaat hij natuurlijk dat melk inkoken. Dus dat was er gebeurd op een gegeven moment ook. En hij bleef steeds gewoon 's nachts ineens aangaan. Dus ik had op een gegeven moment gestuurd, hey, ik ben gewoon bang voor brandgevaar. Dus ja, toen heb ik hem opgestuurd en toen zei ze, nou ja, weet je, hij ziet er dusdanig slecht schijnbaar uit. Dat ze eigenlijk na een dag al hadden bepaald dat we het goed kregen. Dus daarvan hebben we deze besteld. Ik ga nu lekker richting rijles en dan zie ik jullie daarna met het inpakken. We hebben net hier onze tassen verzameld, want we hebben namelijk net even gemeten of we deze allemaal mee mochten nemen. Nou, het koffertje ging ik wel vanuit. Tom vond het nog een beetje spannend, maar we hebben hem opgemeten. Dus dat is mijn koffertje. Daarna hebben we de andere tassen opgemeten. En dat is Tom zijn koffertje, want die past namelijk niet. Maar we mogen nog één personal item meenemen. En we dachten dat deze tassen, of in ieder geval dat die wel zou mogen, maar die niet. Dus we hebben het net opgemeten, maar deze mogen allebei als personal item. Dus dat is echt super relaxed. Dus dan hebben we, ja, gewoon allebei twee dingen die we mee kunnen nemen. Dus Tom neemt de grijze tas als koffer mee. En deze als handbagage, zeg maar als klein item. En ik neem deze mee als koffer en deze als handbagage. Dus dat is echt super fijn.
Nou, onze tassen en koffers zijn ingepakt. We gaan nu nog eventjes naar de Action en naar een andere soort winkels om even te kijken of we nog eventueel een koffertje voor mij kunnen kopen. Ik heb nu deze, die past wel allemaal erin, maar we willen toch iets fijn als dit mee kan genomen worden. Maar dat gaan we nog eventjes kijken. Dus daar moeten we nog heel eventjes voor op pad als we eventueel willen. En we maar nog iets halen, geloof ik. Dus dit is het allemaal ingepakt. We hebben al wel spullen ervan nodig, maar dan hebben we in ieder geval een idee of het past allemaal. We hebben net wasjes gedraaid. Jasmijn zit hier zo. En we hebben hier alle was eventueel nog die we morgen willen meenemen. We hebben net nog een dekbed gewassen, want we gaan zo meteen een dekbed erop leggen. Het is een beetje een teringtroep hier, maar dat remmen we snel op. En we gaan nu eventjes nog even shoppen. Kijk eens wat hier staat. Ik heb toch mijn koffer gekocht. Hij is net iets lichter, meer lichtblauw dan Jasmijn. We gaan nu eventjes mijn tas die we daarachter hebben staan inpakken daarin. En als het goed is, dan zou er veel meer bij moeten. Ik moet er weer in terugstoppen, want die zaten... nog bij mij in. Yes, dus dat gaan we nu doen. Maar je ziet heel erg gebeurd. Tom heeft die sticker die erop zat eraf getrokken. Maar ik weet niet of jullie het zien, maar het zit aan de kont. Het is heel zielig. Chickie, loop maar. Ze staat ook in mijn koffer echt top. Doorlopen. Zo. Is je kont weer geharst. Ja, lekker geharst. Nou, we zijn de laatste dingetjes aan het doen. Ik ga nu ook momenteel de weekvlog editen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze weekvlog. Vergeet zeker niet te abonneren voor de volgende vlog. Wat over Madeira gaat. Vergeet zeker niet de reactie achter te laten. En dan zie je natuurlijk graag de volgende keer weer terug. Doei doei!